Vandaag heb ik als gasten Robert en Roos ten Brink. Haar vader komt uit Sicilië, ik kom uit Sicilië. We gaan samen lekker kokorellen bij Casa Caminita. Welkom in mijn casa. Hier in mijn restaurant ontvang ik vrienden. Samen maken we de lekkerste gerechten. En daarnaast is er ook muziek. Dit is Casa Caminita. Familie ten Brink! Finalmente! Eindelijk zijn jullie bij Casa Caminita. Wat leuk om je te zien. Hey Robert. Ciao, Giovanni. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Hoi. Hallo. Hoi, hallo. Hoi, dames. Carlotta. Charlotte en de Suus. Susanna. Oh, wat leuk dat jullie zijn. Wat leuk, gezellig. Ja, leuk. Ja, wij ook, vinden we ook. Als ik jullie zie, dan denk ik echt Sicilië. Ja. He? We hebben elkaar daar gezien. Ja, ja, ja. En we gaan straks lekker koken. Oh, heerlijk. Ja. Parmigiana melanzana. Oh, heerlijk. Nou. Aubergine. Nou, dat is een specialiteit. Echt, van bij ons thuis wordt dat heel vaak gemaakt. Maar wel op de wijze Trapanese. Niet parlementair. No, Trapanese. Okay. Trapanese, absoluut. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, we gaan lekker naar binnen. Dat ik heb een beetje trek. Oh, dat zie je niet. Heel lekker. Veel. Kom lekker binnen. Alsjeblieft. Oh, ja, ah, hè? Zus en Charlotte, jullie mogen even relaxen. Jullie komen zo meteen in de keuken. Ik ga met papa en mama in de keuken. Kom maar. Gezellig, ja. Parmigiana di melanzana. Alleen de naam Parmigiana di melanzana. Inderdaad, in Palermo heb je een manier om te maken. En dan in Trapani is het anders. Beter koud, meestal. Ja, Giovanni. Dat koud, nee, dat... Nee. Oké, we gaan een andere manier maken. Voilà, Trapanese. Die is warm. Ja. Gestapeld in de oven met mozzarella. Ja. Gewoon mozzarella. Dat smelt, die draadjes krijg je. En vooral heel veel Parmezaanse kaas. Heerlijk. Dat gaan we dan maken. We beginnen met tomatensaus. Die kan lekker pruttelen. En dan tussendoor gaan we de aubergine maken. Ik heb gehoord, er is wel een koningin van de... Ja, wij hebben een koningin bij ons voor de aubergine, daar Charlotte. Charlotte, ja. Daar gaan we straks even van. Zullen we met saus beginnen? Passat is klaar. Ja. Ajo, oké, ajo. Even kijken, ik pak hem meester, we gaan even... Wat doe jij de ajo? Ik doe de ajo. Doe de ajo. Maar ik mag ook even zo, dat is makkelijk. Ja, doe jij met zo. Ja, een beetje, dat gaat makkelijk los, gekke zo. Ajo mag ik doen, dat gaan we hier doen. Wat belangrijk is, de saus heeft zijn tijd. Ja. Doe maar rustig aan met mij. Doe maar niet zo snel, omdat we hebben geen haast. Nee. Haast in Italië is altijd. Met werken, met alles, met eten. Maar met, inderdaad, met de saus. Nee, daar ga ik... Wacht even. Kan even ik ga wel kijken. Nee, je moet niet kijken. Je mag voor mij helpen als je wil. Weet wat ik nou als niet-Italiaan zo bijzonder vind van die Italiaanse basisgerecht? Want dat is dit in feite ook. Dat het allemaal zo simpel is. Het zijn maar een paar dingen die je nodig hebt. Je hebt kaas, je hebt tomaten, een ui. En olie. En dat is het dan. Ja. Maar die combinatie van dingen maakt het zo bijzonder. Jullie gaan naar Italië ieder jaar? Ja. Je hebt familie daar. Mijn vader woont daar nog en de rest van de familie... Je vader is Italiaans. Siciliaans, hè? Siciliaans. Ja. En dan, jullie gaan iedere jaar daar en dan is familie, eten, familie, feest. Ik ben geweest bij jullie. Jij bent geweest, Wat geweldig vond, ik moest mijn auto parkeren. Ja, ik kan lekker auto hier parkeren onder olijfbomen. Ja. Auto was geparkeerd... Tussen de bakery. Wat is prachtig. Nou, en veel zingen. En met alle tantes gedanst. Heb je en met alle oude tantes gedanst, Tarantella, geweldig. Abbiamo cicaretto, ma tanto saporito. Salsa. Olijfolie. Anders wordt het niks met al die aubergines. En dan mag... Oh, je doet het gelukkig ook met suiker. Heel goed. Kijk eens. Oh ja, er moet suiker in. Ja. Staat zeker. Ja, maar dat is mama van mij geleerd. Mijn oma. Dus, mijn tante, ja. Even knoffen. Zullen we een beetje stukjes doen? Ja. Ik ga wel roeren. Ja, gaan we lekker roeren. Ja. Oké. Okay. Wie kookt thuis? Nou, jij. Ja. Eigenlijk wel. Kijk, weet je wat het is? Het gaat volgens zeer strenge Italiaanse keukenregels. Maar dus wat ik bijvoorbeeld altijd... D, maar daar staat echt de doodstraf op, is een
als ik bij pasta water olie ga gooien? Ik zei, bij goede pasta dat is dat niet nodig. Nee, maar dat slaat nergens op. Probeer maar gewoon te omhoog. Ja, bij goede pasta hoef je geen olie te gooien. Dus ja. Goed. Bij vieze pasta tegen het plakken, maar bij echte pasta niet. Hier gaat goed. Ja. Okay. Daar gaat hij hoor, daar gaat hij. De stilte voor de storm. Oh. En nu praten. En dan gaat hij ham. Heerlijk. Beetje een beetje zout. Ja. En dan doen we een beetje peper erbij. Een klein beetje hoor. En dan natuurlijk zucchero. Suiker. Ja. De suiker geeft iets meer lekker zoetigheid aan de saus. De tomaat is altijd heel zuur. En door de suiker zegt de tomaat, ik ben niet meer zuur, ik ben lekker zoet. Ja, zo is het. Goed, alsof ik jouw vader hoor praten. Ja. Oké, die zit erin. Maar, kijk eens. Basilico. Kijk eens. En niet dit doen, hè. No. Dat mag niet. Dat mag absoluut. Kijk eens, zo lekker scheuren erin. Zo. Is dat lekker? Oh. Ja, maar de tomaten zijn wat ik geef is niet normaal. Het is echt lekker. Maar we gaan nu de... brood. Yes! We gaan het brood maken. Oké. Kijk eens. Brood komt uit... Italië. Kijk eens hoe mooi. Oh, wat een mooi brood. Maar questo casareccio. Maar dat is bello, hè? Eentje is gewoon twee. Okay. Robert, ik heb gehoord dat je heel goed kan. Wat brood snijden? Ja. Ja? Hoe wil je het hebben? Zo of zo? Ik denk dat het een mooi zo is, toch? Ja, dat is mooi, ja. Alleen, ik ben linkshandig, dus... Je bent links? Ja, net als Paul McCartney, hè? Dus, okay. Hier gaat het goed met... Nee, blijf lekker hier. Vertel wat ik moet doen. Nee, we gaan even... Hij gaat brood snijden. Zometeen gaan we Charlotte even halen. Charlotte is tot diegene die aubergine bakt altijd. Dat is onze aubergine, hoofdauberginebakker. Echt waar? Is toch geweldig dat je dat hebt? Koken wel soms voor jullie? Nou ja, dochters. Zeker. Ja? Ze wonen allemaal bij ons in de buurt eigenlijk. En ze komen maar niemand is meer thuis. Ja, Suus de jongste, die woont nog thuis. Ze komen niet alleen gratis winkelen bij ons in de ijskast. Maar ze komen ook wel eens dan wat koken. Ja, dus dat vind ik dan heel aardig. En als er mensen komen eten, komen ze altijd helpen koken. En meestal, als je aan Charlotte vraagt van wat zullen we maken, dan zegt zij... Melanzana alla parmigiana. Ja. Dus vandaar... Kijk eens. Oh ja. Dat gaan we zo doen. Ja. En ik heb een manier gevonden om de olijfolie te strooien op het brood. Dan pak je deze. Oh. Kijk eens. Dan doen we een beetje peper. Zo. Lekker. Of zullen we een beetje... We kunnen ook een beetje knoffel insmeren. Ja. Ja, gaat goed. En een beetje zo, een klein beetje. Te gek. Ik neem altijd takjes uit Sicilië. Oh ja? Ze zijn uitgedroogd in de zomer. De beste tijd is in juli. Dan krijg je van die takjes, dan ga ik hier ophangen in het restaurant. Oh, ja. En dan even eruit halen, of de caprese doen of salade. Heerlijk. Ik doe nog een beetje basilicum erbij. Die gaat goed. Che profumo. Che profumo. Die is klaar. Pronto. Kijk eens. Okay. Zo. Carlotta. Carlotta. Susanna. Komen jullie graag even helpen in de keuken? Leuk. Dankjewel. Leuk. Nou, jullie gaan aubergine, maar je bent de koningin van de... Koningin van de aubergine bakken. Die is klaar. Ja, die is klaar. Zullen we gewoon uitzetten? Ruikt lekker. Ja, hè? Ja. Aubergine snijden, mozzarella snijden. Altijd uitkijken met de mes natuurlijk, ik blijf zeggen. Dan mag je lekker hier doen. Ja. Zo, jullie maken rond, perfect. Wij maken rond, ja. En dan niet zo dik, want dan worden ze sneller. Wat zullen we doen? Ik zou mozzarella gewoon in plakjes doen, gewoon met de hand... Ja, want ze zijn van die kleine dingetjes, kleine plakjes. De buur van mozzarella, dat vind ik echt lekker als rauw gegeten. Niet in de oven. Hij maakt geen draadjes. En hij geeft heel veel water weg. Ja, oké. Hier staat aan, olijf. Ik heb hier olijfolie. Hier, kijk eens. Toppie. Ik ga vandaag. Ja, gaan we lekker bakken? Ja. Zal ik snijden en jij bakken, Charlotte? Is dat slimmer? Aubergine, mozzarella gaat goed. Parmezaanse kaas even raspen. Ja, dat mag jij doen. Dat mag jij doen. Robert, dat kan jij. Ja, dat is een goede taak. Ja, Robert. Dat is alsjeblieft. Oh, dan mag je hier gewoon niet. Kijk eens. Lekker van rijtjes. Lekker veel olie. Dat is ook lekker. Familie te brengen in de house heb ik. Ik hoef niks te doen. Mooi. Zout en peper heb ik hier staan. Ik ga het goed. Dit moet voldoende zijn, denk ik, hè? Voor die portie die we nu... Ja.
Zo. Het is perfect. Ik laat ze lekker altijd bijna aanbranden. Dat vind je ook lekker, toch? Nee, dat is klopt. Ja, hè? Ja. Ik zie mijn oma hier. Ja? Nou. Ja, zie. Maar als jullie mede in Italië zijn, worden jullie verwend door oma, opa, ja, eten? Ja, nee. Helpen jullie koken dan of niet? Nee, nou, eigenlijk niet. Dat mag niet, hè? Nee, mag niet. Nee. Ze zijn altijd bang dat wij tomatensaus met blik tomaten wij maken. Dingen fout doen. Ja. Dat we doen het nooit goed. Nee. Oh, al mijn moeder ook. Ja? Oh, verschrikkelijk. Zelfde vooral. Echt, ja? Ik zei, mama, ga lekker zitten. Ga ik, wat ben je aan het doen? Oh, zo doe je dat. Oh, ja. 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 Wat doe je nou? Nee, nee, is goed. Zeg eens dan. Nee, 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 is goed, maar niet. Dan weet je genoeg. Oh ja, oké. Okay. Nou, langzaam gaat ze dit doen. En dan neemt ze over. Ja. Ga maar lekker zitten. Ik, heerlijk, hè? Ja, ja, nee, wij koken niet. Dan ga je liefst nee zeggen, dat is goed. Nee, alleen de pizza bakken helpen we mee. Maar pizza verder, bakken, ja. En dan mogen we ze kneden. Jullie hebben een houten oven, zo mooi. Ja. Daar. In de keuken. Zo mooi. Ja, ja, en met drie soorten hout. Hè. Moet erin olijven, druiventakken. Ik weet niet wat hij er allemaal in stopt, maar dat prachtig heeft ook nog. Ja. En die staat dan de hele middag aan. Daar kan je brood, focaccia, kan je vlees ook in doen, pizza uiteraard. Ja. En die is klaar, aubergine voor de parmigiana. Yes. Jij zingt, jij ook. We gaan richten de piano en we gaan een heerlijk, prachtig liedje spelen en zingen. Ja, leuk. Zullen we het doen? Ja. Leuk. Roberto, leuk. We gaan het doen. Ik bewaak de keuken. Goed zo, dankjewel. We komen zo terug. Doe. Wat zullen we lekker zingen en spelen? Nou, wij zingen vaak Mag ik dan bij jou, van Claudia de Breij. Dat zingen we vaker. Maar voor vandaag hebben we het in het Italiaans vertaald. In Italiaans. Speciaal voor jou, natuurlijk. Dus je mag niet huilen, eigenlijk. Ik ga proberen. Je moet wel spelen en luisteren. Ja. Dat wordt lastig. Ja. Ik ga even hier concentreren en toch luisteren. Okay. Zullen we gewoon doen? Ja. Se scoppia un temporale e cerco un rifugio, posso star con te. Se scende la notte e mi spaventa il buio, posso star con te. Se il mondo brucia e sono disperata, posso star con te. Se viene la primavera e io mi innamoro, posso star con te. Mi offri un rifugio se non so dove andare. Asciugherai il viso bagnato dal mio pianto. Se posso star con te, potrai star con me. Vieni quando vuoi, tengo un posto qui per te. Se farà la fine e io ho paura, posso star con te. Se verrà la fine e io mi trovo solo, posso star con te. Se posso star con te, potrai star con me. Prachtig. Mooi! Bellissimo! Wow! Bravo! Hé, papa, mooi hè? Sjoeri, 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 di tutto l'anno. Nog een beetje zout. En komt er weer. Vandaag is het gezellige druk in mijn casa. Robert en Roos ten Brink zijn samen met hun dochters, zus en Charlotte op bezoek. Casa Caminita. De overige gasten komen binnen. Het gerecht is bijna klaar en ik heb nog een verrassing in petto. Zullen we een parmigiana afmaken? Finalmente. Finalmente, hè? We krijgen een beetje trek. Ja. Kijk eens. En manier. In plaats van kwasten gebruiken. Oh, kijk eens. Slim. Lekker egaal. Nou, hoe vind je dat? Geweldig. Makkelijk. Ja. Wie gaat stappen? Eerst een laagje aubergine. Ja. En dan mag je stappen. Wie gaat het doen? Oh, iedereen iedereen kan afstand nemen. Oké, hoe vrij je naar huis? Ik zou niet durven. Ik vind het allemaal goed. Waar gaan ze neerleggen? Kijk eens.
Oké, jongens, maar jullie mogen wel wat helpen. Ja, tuurlijk, maar goed. Ik zie ook de kleur. De olijfolie lekker ingetrokken. We gaan een laagje aubergine, een laagje saus. Mozzarella, parmigiano. Ja, die saus is perfect. Mooie kleur, hè? Ja. Ik heb me gewoon twee laagjes volgens mij doen. Ja, denk het wel, hè? Maar je kunt het ook samen doen, Giovanni. Ja, we gaan het samen doen. Ik ga even een saus in doen. Okay. En dan dit. Mooi verdeeld, kijk eens hoe mooi. Oh, wat een goede saus. Die is goed, hè? Ja. Kijk eens, dat er gaat niet. Er zit er bijna geen water in. Puur gemaakt met alleen maar tomaten. Heerlijk. En dan tussendoor... Doe ik de mozzarella. Robert had de tomaten. Je mag mozzarella doen. Mag ik dat doen? Ik zou niet doen. Nee, ik te laat. Echt niet. Te laat. Nee, ik ga dit... Oh, je bent de parmezaans. Dit precies. Man. Ja, die, sorry. Nee, parmezaans. Ik doe wel eens wat zout ook op de mozzarella. Omdat hier wat je wil. Als je wil zout. Check. We hebben zout in de house. Wacht even. Yes. Kijk eens. Want soms is die mozzarella een beetje flauw, hè? Ja. Ja, dat klopt. Hoe niet te veel. En dan mag je lekker een lager parmezaanse kaas. Ja. Gaat hier weer overheen. Ja, overheen gewoon zo. Hier mag ik gewoon nooit aankomen, dus. Jawel, je mag gewoon lekker overheen. En nu? Ja, maar kijk uit. Hè, en wat ik ook doe, is geheim van Charlotte ook een paar blaadjes basilicum ook nog even tussen leggen. Nee. Het is inderdaad wat mij zo geleerd. Kijk eens. Zo is mooi, hè? Ja, heeft u goed gedaan. Maar helpt u wel in de keuken, of niet? Opruimen. Ja, opruimen. Daar is hij heel goed in. Ja, goed, hè? Ze zijn aan het koken, een enorme chaos. En ik loop er tussendoor en ik pak gewoon al die spulletjes en dan doe ik vast een afwasmachine. Zo fijn, maar ik ben niet zo goed in opruimen, maar Robert heel goed. Oké, mooi. Dus ik doe een soort. Ik maak wel goed. Ik ga lekker eten, ik mag gaan opruimen. Ik ben gewoon de bezemploeg. Maar dan word je lekker verwend thuis. Daarna is alles goed. Ja. Ik doe het met koken. Oké. Ja, met eten. Oké, kijk eens. En dan de tomaten erbij. Ja, wacht even. Joh, misschien kunnen we drie laagjes doen. Misschien gaat... wel, hè? Misschien, dat zal mooi hoger. Ja, dat gaan we redden. Ja, we gaan het redden, jawel. Gaan we lukken. Ja, dan gaan we drie laagjes doen. Die zijn mozzarella, tomaten. Eerst de tomaten. Mag je lekker tomaten doen? Ik doe straks de zout heb ik in mijn hand halen voor... Ja, echt mijn liefde moet je doen, maar con passione, con amore. Con amore. Zo. Denk, shuri di tutto l'anno, l'amorica è nostro dirugone. Shuri di tutto l'anno, dat is genoeg, anders is hij op. Oké, nou, ik vind het perfecto. Nee, dit is... De hoeveelheid was perfect. Ja. Echt. Kijk eens met de handen. Jij mag wel liggen afwassen of afdrogen daar. Dit is perfect. Oh, mooi verdeeld. Parmigiana is klaar, ga lekker in de oven ongeveer 15 minuten, 20 minuten. Ja, tot die lekker de mozzarella een beetje gesmolten is. Dat alles is klaar. De saus is klaar, aubergine is klaar. Mozzarella smelten en dan met een stukje brood. Met een stukje brood. Oh, nou kom moment. Oké, gaat erin. Zo, die is waar. Oké. Ik wil jullie iets laten zien. Oh. Een boodschappen. Oh? Yes. Van wie? Een videoboodschap. Videoboodschap. Natuurlijk, wat spannend. Mam, vroeger werd jij gedwongen om 3 verschillende gerechten per dag te maken omdat de helft van de zussen vegetariër was en ik eigenlijk helemaal niks, als het ook maar een klein beetje gezond zou kunnen zijn. Maar je hebt het toch altijd super goed opgelost en daar ben ik je toch wel heel dankbaar voor. Nou ja. Hey pap, weet je nog op Sicilië toen oma Lissie de hele dag in de keuken had gestaan om diner te maken voor 20 mensen en dat jij toen die ene haar vond in het eten en die vervolgens aan iedereen liet zien? Iedereen schoof zijn bord weg. Daar was ze je vast erg dankbaar voor. Nou Giovanni, als je mijn ouders echt gelukkig wil maken, dan moet je ervoor zorgen dat je echt Italiaans ijs in huis hebt. Roos, ik heb van jou echt geleerd. Eten, dat leer je van een ander. En jij met jouw Siciliaanse achtergrond
We gingen al samen heel vroeg naar zo'n heerlijke winkel waar al die heerlijke spullen en heerlijke pasta's en heerlijke mozzarella's. En nou ja, goed, ik dank je daarvoor, want ik heb ook alles zelf maar bij elkaar gegraaid. Daarom kook ik nu heel goed, maar ik heb ook heel veel van jou geleend. Robert, van jou heb ik helemaal niks geleerd. Behalve dat we heel veel samen hebben gegeten, ontzettend hebben gelachen en gedronken. En we hebben misschien zo wel toch iets van elkaar geleerd. Vooral van het genieten, het Bourgondische genieten. God. Zo is nou, dat helemaal. Leuk. Wat leuk! Wat een leuk is dit. Ja. Isabel, echt Isabel. Als niet-etelde dochter ooit, ja. Die nu alles... Ja, pasta met niks, hè? Alle keukengeheimen. Als wij in Italië kwamen en zij zagen Isabel al vroeger, als kind... Ja. Yeah. Dan zeiden de meeste Italiaanse koks... Oh, nee, we begrijpen het al. Pasta en bianco. Pasta en bianco. Nog geen peterselie blaadje op, hè? Nee, en Theo Nijland is, afgezien van een waanzinnige liedjeschrijver... een van onze allerbeste, oudste vrienden... die ook in de keuken echt een soort god is. Koken, en die weet alles van lekker eten. Heel erg leuk. Wat ontzettend lief, dankjewel. Goed gedaan, leuk. Heel lief. Dankjewel. Ik ben zo blij dat jullie hier zijn. Ja, dit is echt mooi. Ja. Kijk eens, zo lekker. Hij is heel lekker. Hij ziet er zo lekker en hij ruikt ook heel lekker. Ja, hè? Oh, maar het smelt gewoon goed. Ja, kom maar goed. Hij is lekker. Kijk, maar het is lekker gesmolten. Broodje erbij. Ja. Broodje erbij? Ja, broodje erbij, 2 stukjes brood erbij. Nou, even nog eentje. Oh, kijk eens. Oh, wow. We hebben flinke mozzarella gedaan. Oh, oh, oh. Wacht even. Ja, ik ga nergens. Extra blaadje. Komt u maar. Nou, dit is toch te gek? Dit is gewoon... Oh, kijk eens. Die gaat goed. Ik ga lekker scheppen, hoor. Perfect. Meiden, we komen eraan, hoor. Ja, zullen we gaan eten? Dames, kijk eens. Parmigiana. Alsjeblieft. Kijk eens. Zo, en natuurlijk voor de maestro. Ja, geweldig, grazie, dankjewel. Zullen we gaan proeven? Hebben jullie trek? Ja. Welkom trouwens. Ja. We gaan eten, is makkelijk. Buon appetito. Buon appetito. Hij is goed, hij is heel goed gelukt. Ah. Volgens mij is hij perfect. Oh. Ja, zeker. Oh, de saus. Ja. Hij is zuiver. Ja. Heel lekker. En je aubergine is dan ook geweldig. Ja. Oh, lekker hoor. Ja. Mijn mozzarella. Oh, ja. Salute. 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 Salute, proost. Thank you for having us. Yes, you're welcome. It's beautiful you were here. Beautiful. Salute. Proost, salute. Ja, ontzettend bedankt. En ik heb toch iets meegenomen uit Italië. Ja, gewoon iets... een gevoel te geven dat je voelt helemaal thuis. Yeah. Ik kan me herinneren die avond... Ja, is goed. Ah, nee! En voel door niet ancora. Ja, ik onthoud wel, hè. Oh, mooi. Ja, tuurlijk. Hij zit gewoon... En heb je Siciliaans? Sicilië. Dus 4 heb je gebracht helemaal. In het huis hier. Ja. En dat mis ik ook. Ja, heel mooi. Geweldig. Mooi. Leuk dat jullie waren. En ik hoop je heel snel weer te zien. Jij ook bedankt. Ja, dankjewel. En jullie thuis bedankt voor het kijken. Meer informatie over het programma of het recept van Ten Brinke à Parmigiana. Kijk op de website. Ik hoop je heel snel weer te zien. Bedankt voor het kijken. Dankjewel, tot de volgende keer. Ciao. Adelante.